Wij gaan gewoon naar genoten. Wel een afvaring, een van de bands, even bij die tafel komen. Kunnen we een loodje trekken. Ja, probleem. De jongens van. Ik wil iedereen bedanken dat jullie allemaal hier zijn vandaag. Vandaag treden 4 bands op. Er gaan 2 bands door naar de finale van de week. Dus zodra de 4e band klaar is, gaat het bestuur bij elkaar komen. En dan gaan we het over hebben wie er door mag de volgende week. Hallo, ik ben Celine van Veldhoven en ik ben jurylid van volgende 2 bij de contest battle van Urpop. Zelf heel belangrijk vind ik sowieso samenspel, songwriting, podiumperformance, ook interactie met publiek. Eigenlijk deze dingetjes, een beetje standaard. En ja, weet je wat het is wat ik ook zo belangrijk vind? Je moet ook gewoon plezier hebben, dat is gewoon waar muziek om draait. En ik vind ook heel vaak dat vergeten wordt tijdens een bandcontest. Want je voelt toch een pressure van, ik moet toch presteren. Maar ik vind het ook belangrijk om plezier te hebben. Om te zien dat er een uitstraling is van plezier bij de band. Dus dat is wel echt hetgene waar ik op let. Urban Distortion komt uit Schiedam. Dat vond ik wel heel erg leuk. Ze zeiden dat ze 2 uurtjes hebben gereden hier naartoe. Gewoon om hier te spelen in Limburg. Dus dat vind ik wel inzet, weet je wel. Ze willen gewoon spelen. Dat was heel duidelijk. Tijdens het optreden was het spelen. En dat hebben ze ook gedaan. Hele goede songwriting. Ik weet niet wie van de jongens liedjes geschreven heeft. Maar ik vind wel dat de nummers goed in elkaar zitten. En ook best wel leuke interactie. Ondanks dat hun waarschijnlijk, ze kennen niemand hier, maar ze hebben wel toch het publiek leuk meegenomen. Goedenavond allemaal, wij zijn de band New Exit. Dank u wel voor jullie vanavond. Leuk muziek gemaakt. Het is niet zo keihard als de band voor ons, maar dat maakt niet uit. Iedere muziek is muziek, toch? New Exit coverbandje, was ik aardig verrast over. Ik wist helemaal niet of coverbandjes meededen, ja of nee. Maar ik vond het heel leuk. Echt een band wat je kunt inhuren voor feestjes en zo. En waren gewoon allemaal bekende nummers in mijn oren. Dus het was wel gewoon leuk. Leuk feestje. Yeah.
hard. Met die lied moet gewoon door dit lied werken. We horen Schiedam, Rotterdam. Wij doen alles in het plat. Zwaar. Limba beneden, maar dat verstaat hier ook geen hond. Pot, klein, zelf. Beginnen! Onverstaanbaar, maar heel duidelijk, heel hard, super veel energie. En ja, weet je wat het ook is? De energie spat er gewoon van af. En ja, je kunt zeggen het is slecht of het is niet verstaanbaar, maar het is ook gewoon puur een smaak. Er zijn heel veel mensen die dit fantastisch vinden. En ja, wat ik ervan vind, ik vind gewoon super veel energie. En ik vond hun merchandise ook leuk, hadden ze allemaal meegenomen. Spandoek was leuk, performance was gewoon, ja, fantastisch eigenlijk. Ik vond het heel grappig. Ja, ik vond het grappig om te zien. Ik kan best wel begrijpen dat de meningen daarom verdeeld zijn. Band Devastrate was als laatst. En ze gaven me toch wel de indruk dat ze heel erg eigen waren. Dus gewoon sowieso goede nummers, zaten goed in elkaar. Samenspel was ook goed, ze waren erg strak. Dus ja, dat vond ik wel heel tof om te zien, ja. We'll be right back.
Venestrate. Het is wel een lastige naam. Het wordt niet door iedereen echt goed uitgesproken. Het is echt de Venestrate. Ja, dit is meer, heeft meer een politieke achtergrond. Met uit een raam springen, ik weet het ook niet precies. Ik heb het al geweten, maar het is niet eventjes weg. Maar het gaat over uit een raam springen, dat wel. Volgens mij een jaar of anderhalf jaar, maar ik zit er pas sinds maart bij. De vorige zomeres is eruit gegaan en daarvoor ben ik in de plaats gekomen. We repeteren allemaal in Heerlen, maar we komen zo uit allemaal andere plekjes. Ik vond het goed gaan. Ja, ik had wel een foutje gemaakt met de tekst, maar ja, dat probeer ik zoveel mogelijk te vinden. Echt een vette plek om hier te spelen. Sowieso omdat het zo ondergronds is en het heeft wel zo'n chille vibe, vind ik. Ja. Ik zing eigenlijk al vanaf kleins af aan. Maar toen was ik nog niet serieus. Op mijn 10e ben ik begonnen met musicallessen, waar ik dan ook kleine zanglesjes had. En op mijn 12e ben ik echt begonnen met zanglessen. En ik ben nu 18, dus sindsdien ben ik eigenlijk ook niet meer gestopt met zingen. Ik doe nu ook de muzikantenopleiding. Ik zit nu in mijn examenjaar. Ook voor zang ben ik dan aangenomen. En dit jaar studeer ik af en dan ga ik naar Enschede met de singer-songwriter. En dan bestaat uit 5 leden. En daar hebben we Mickey Lahey op de bas, onze bassist is dat. Op de drums hebben we Jon Rijntjes. Onze leadgitarist is Dennis Slag. En onze, dat is de ritmegitarist. En dan heb je de leadgitarist met alle solos, dat is Sim Adema. En ik als frontvocalist is Frank Kampers. We kunnen altijd op onze Facebook terecht, dat is gewoon de Venestrate. En we hebben een Instagram en je kunt ons ook persoonlijk een bericht sturen. Bij afloop zijn we samen bij elkaar gekomen om te kijken welke twee bands dan door zijn naar de finale. We waren het allemaal met elkaar eens, toch? Urban Distortion en Devonstrate. Ja, omdat ze toch, ze hadden alle twee ook eigen muziek, eigen stijlen. Het sprak toch wat meer aan. Het publiek is ook wat groter. Ik merkte bij de andere twee bandjes was het publiek toch voor één bepaald soort. En ik vond wel dat deze twee bandjes door zijn naar de finale, omdat ze ook, het was eigen werk en ze hadden ook wat interactie met het publiek. Maar ik denk wel dat uit alle twee de bands meer te halen valt. En dat ze dus daarom door zijn naar de finale. Het was weer een toffe avond bij OJC De Kelder. En we willen toch alle bandjes bedanken die hebben meegedaan. En we zijn heel erg benieuwd naar de finale van de Urpop Band Contest. Wat op 1 december zal plaatsvinden. En we hebben er super veel zin in. Tot dan! En heb je al een favoriet? Daar ga ik niks over zeggen.